Tijdens de jaarwisseling is er voor bijna 16.000 euro schade aangericht in de stad. Dat is ongeveer 2.000 euro minder dan vorig jaar. Prullenbakken vormen de grootste kostenpost. 20 stuk zijn er gesneuveld, dat kost de gemeente 15.000 euro. Ook zijn er 4 verkeersborden beschadigd en diverse lantaarnpalen, 6 dranghekken en een rioolput zijn kapot. De gemeente heeft de kosten daarvan tot nu toe berekend op 900 euro. Het schadebedrag van de gemeente is een voorlopige optelsom. Nog niet alle bedragen zijn geïnventariseerd. De schade wordt zoveel mogelijk verhaald op de veroorzakers. De afgelopen weken zijn 10 jongeren naar Halt gestuurd omdat ze vuurwerk afstaken op tijden dat dit niet mocht. Zij krijgen een taakstraf. 4 volwassenen hebben een boete gekregen voor het te vroeg afsteken van vuurwerk of het bezit van illegaal vuurwerk.